Hi, welkom. Een filmpje van Brit. Komende zondag is Palmpasen, dat is altijd de zondag voor Pasen. En traditiegetrouw kun je daarvoor een palmpaasstok maken. Nou heb ik hier al een palmpaasstok gemaakt, in ieder geval de basis. Een kruis, twee latjes en hier in het midden met een schroefje bij elkaar gezet. Dat kan wellicht ook met een spijkertje, je kunt het misschien ook wel met touw doen. En zeker voor jonge kinderen, laat dit even een van je ouders doen. Lijkt me handig. En dan kun je hem gaan versieren. Allereerst bepaal je hoe je de basis wil versieren. Je kunt hem natuurlijk beschilderen. Je kunt er garen, dik garen omheen wikkelen. Dat is ook heel leuk. En je kunt hem versieren met masking tape. Dus een mooie tape, een gezellig kleurtje. Kijk een beetje welke kleuren je wil gebruiken. Het is wel mooi als het allemaal een beetje bij elkaar past. Schaar heb ik nodig. Waar je de palmpaasstok nog meer mee kan versieren. Ik vind het wel leuk als het een klein beetje een effect heeft. Niet alleen maar dat kruis is, maar een beetje een effect heeft. Dus een slingertje eraan. Deze is heel simpel gemaakt van aluminiumfolie. Daar heb ik balletjes van gemaakt en vervolgens met een scherpe naald aan elkaar geregen. Gemaakt van papier, een heel klein beetje lijm en een beetje garen slinger. Van papier maakte ik deze bloemetjes. Het zijn allemaal verschillende en in verschillende kleurtjes. En het papier dat ik over had, ik vind het erg jammer om het weg te gooien. Daar heb ik muizentrapjes van gemaakt. Ook met muizentrapjes kun je de palmpaasstok versieren. En dan als laatste ook van papier, repen gras. En dan is hij klaar. De palmpaasstok. Kijk, ik heb de slingers hier opgehangen. Er zit tape omheen. Ik heb er een klein beetje garen omheen. Daar hier heb je het gras en de bloemen. Zorg wel dat je hem versier hem helemaal. Behalve hier dit stukje, dat je hem gewoon vast kan houden. Of dat je hem nog ergens in kan steken. En klaar zeg ik, maar er moet nog iets op. Deze heb ik bij de bakker gehaald. Een broodhaantje. Zo. Dit is hem. En dan steek je het broodhaantje bovenop de palmpaasstok. Een beetje voorzichtig. En klaar.